Dan zul je merken dat je ineens als doppel. Wat ik bijvoorbeeld heb, ik heb een buitenschrijver geweest, die zit zo naar rechts. Ik heb nog steeds aan de ene kant, ik voel wel een spier als ik aan de tweede. Met een plek uit. Streven is hier om rechts en rechts gelijk aan te keren met een nummer niet zo. Ja, dat is een spelletje. Nou, dat is het recht, die bal 1. Met kettlebells, kun je het algemeen. Je kunt krachtoefeningen doen. Dus bijvoorbeeld, zal ik daar doen. Gewoon een normale press. Kun je recht doen. Je kunt de zijkant doen. Je kunt hem langzaam terug doen. Of weer kracht te accentueren. In de kettlebell sport doe je plaat altijd alles ontspannen terugvallen. Dus dit zijn meer dan meer krachtoefeningen. Je kunt swingachtige oefeningen doen, dus er zit veel meer dynamiek in. Dat is goed voor de conditie, snatch. Clean. Combineert dynamisch met kracht, af. Dit is explosief. Dat gaan we allemaal doen, hè? Dit zoek je nog een keer doen. Greep. Maar als je dit doet met de regels van kettlebell, dan merk je dat je hele lichaam helemaal alles spannend moet doen. Dus eigenlijk een full body movement is dit als je het een beetje zou doen. En dan liefst met 2. Nou, dat zijn in het algemeen een beetje dingen die je kunt doen. Waar we beginnen is deze positie. Want die doet al die kracht achter de dingen, explosieve dingen, doe je allemaal vanuit deze positie. Die noemen we de rekpositie. In het Engels. Daarmee leer je ook hoe je hem vast moet houden eigenlijk. Hoe die in je hand ligt, zeg maar. Deze kettlebells zijn zo gemaakt dat je ze eigenlijk niet vast hoeft te houden. En als ik zo doe, dan is het gewoon precies los, met duim zijn ook bijna los. Hij haakt eigenlijk, waarom zit er ook zo mee te gaan doen, hij haakt eigenlijk gewoon op jouw handen. En mijn pols is wel achterover, maar hij hangt niet aan mijn pols. Hij ligt hier op het bordje, drukt hier gewoon recht aan het leven. En zit je pijn. Iedereen pakt in het begin, en je hebt het wel zo recht vast. Dat krijg je dan. Zo, dan krijg je dus dat hier aan je pols gedaan. Zie je dit? Mooi helemaal. Ja. Dus dat gaan we nu even leren. Dus pak even de kettlebell en ik wil even het proberen. Ga even in deze positie proberen te staan. Op niveau trainers raakt het allemaal wat gezicht toe. Maar je moet wel vaak ook weer tegen. Je moet je, dus een paar aandachtspunten, je moet je